Ja, en ze zit er weer helemaal klaar voor, Rianne. Rianne, welkom. En ik weet weer niet waar het over gaat. Ik zou zeggen, ga je gang. Dankjewel. Nou, luisteraars, het is weer tijd voor een nieuw spiritueel moment. En deze keer gaat het over spirituele storytelling. En heel veel mensen kennen storytelling en storyboards misschien alleen van films of van het theater. Maar het is ook een hele fijne, helende techniek. Verhalen, daar zijn we altijd elke dag zelf mee bezig. Het wordt natuurlijk in heel veel culturen ook op een spirituele manier gedaan. Hè? Verhalen die lessen vertellen met een moraal erin. De fabels van Aesop zijn natuurlijk ook al duizenden jaren oud. Die bekende van de jongen die de wolf riep, waar op een gegeven moment niemand er meer geloofde en de wolf er toch uiteindelijk was. Maar ook in heel veel andere culturen worden er spirituele verhalen verteld om lessen door te geven. Zoals bijvoorbeeld die van Anansi de spin. Nou, en zelf heb je misschien ook wel gemerkt, als je een verhaal vertelt, dat alles veel meer blijft hangen. He, als iemand je vraagt om 5 dingen te halen bij de supermarkt, dan denk je bij jezelf, wat was het derde ding ook alweer? Maar als je er een verhaaltje van maakt, dan blijft het gewoon heel goed plakken. En daarom is het heel duidelijk dat verhalen een hele helende rol kunnen spelen in ons leven. Al is het natuurlijk wel zo soms dat als je een verhaal hoort, dat niet iedereen hetzelfde moraal eruit haalt. Dat is natuurlijk heel persoonlijk. Dus naast die manier om lessen door te geven, om te zorgen dat we dingen blijven herinneren, kun je het ook kijken naar de verhalen die we over onszelf vertellen. Als we tegen iemand praten, vertellen we misschien dat we altijd te laat zijn. Zodra dat verhaal blijft leven, ben je nooit meer op tijd. Dat we zeggen dat we iets echt niet kunnen of heel snel bezorgd zijn. En dan blijft dat zich eigenlijk maar herhalen. Je denkt dat je zo bent, dus dat verandert niet. En dat is eigenlijk natuurlijk heel vervelend. Dus ideeën over onszelf, die vinden we altijd weer terug in onze verhalen. En die verhalen die zorgen dan weer dat die ideeën blijven bestaan. Dus het wordt een soort van cirkel. Dus als je vindt dat je altijd te laat bent, dan ga je nooit opzoeken om te zorgen hoe je op tijd kan komen. Dan denk je, dat hoort bij mij, zo ben ik. Je vertelt iedereen, ik ben altijd te laat. Dat is een onderdeel van het verhaal over jezelf. En we kiezen natuurlijk ook bij verhalen over hoe we ze vertellen. Kies je ervoor om negatieve dingen over jezelf te vertellen, of buig je dingen juist om naar het positieve? Als je over de toekomst praat, geef je aan hoe je in het leven staat. Als je zegt van, het is allemaal heel erg slecht en het wordt alleen maar slechter en ik verwacht dat ik nooit een huis kan kopen of ik verwacht dat het helemaal misgaat. Dan laat je eigenlijk weten dat je een negatieve sfeer hebt over de toekomst. En dat is misschien niet echt heel erg fijn als je telkens blijft zeggen dat je ergens weinig van verwacht. Of dat het gewoon niet gaat lukken. Omdat je dan ook ophoudt met kijken naar dingen die wel beter kunnen. Terwijl als het andersom is en je zegt van, ik denk zeker dat het goed af gaat lopen. Of het loopt weer gesmeerd en ik moet nog wel wat dingetjes doen, maar dat komt vast ook wel goed. Dan merk je dat je heel veel open staat, zelfs als je dan flexibel snel moet schakelen, dat het toch gewoon je wel lukt, of vaker lukt. En als je luistert naar de verhalen die je vertelt over je relatie, over geld, over vriendschap of over je werk, dan merk je gewoon, zijn dat positieve verhalen die je energie geven, of zijn dat negatieve en zeurende verhalen die heel veel energie kosten? En voor andere mensen is het ook vervelend dat je de hele tijd zeurt over je partner. Die denken op een gegeven moment ook, waarom ben je er dan nog mee? Hè? Maar als je dan verder gaat met negatieve verhalen vertellen en je zegt van ja, maar ik krijg nooit een leuke partner. Of zo is het nou eenmaal zo. Of alle mannen zijn zus. Of alle vrouwen zijn zo. Ja, dan neem je ook niet de stap om te zorgen dat je band verbetert. Of dat de situatie beter wordt. Of misschien dat je toch naar een betere nieuwe partner gaat. En juist daarom is het belangrijk als je aan spiritual storytelling doet, om inderdaad naast het luisteren van verhalen die je wat vertellen, dat je bij jezelf ook kijkt, welk verhaal zou ik voor mezelf kunnen ombuigen, kunnen veranderen, kunnen transformeren, zodat iets in mijn leven wat niet lekker loopt of iets over mezelf wat ik niet leuk vind, veranderd kan worden. Nou, er zijn heel makkelijke tips en tricks die ik nu heel eventjes ga noemen. Je kan altijd ergens een positief einde aan plakken. Als iets nog bezig is en het is vervelend, kun je altijd nog zeggen, ik hoop dat het wel goed komt. Of als je nog meer vertrouwen hebt, ik weet zeker dat het wel toekomt. Waar ik zelf wel een beetje een hekel aan heb, maar wat heel veel mensen ook gebruiken, van ik weet zeker dat dit een goede reden heeft. Je kan negatieve verhalen helen door acceptatie of vergeving of door een perspectief te veranderen. Door te zeggen, nou, dit was wel vervelend, maar ik accepteer dat het leven goede en slechte kanten
herkend. Nu heb ik even de slechte kant meegemaakt, maar straks komt heus weer de goede. Door inderdaad te vergeven van dat liep mis. Dat vond ik heel vervelend. Hè? Maar gelukkig is die persoon op andere momenten wel helemaal geweldig. Of iets in perspectief te zeggen van nou, dat was vervelend voor mij. Maar als ik kijk over mijn hele leven heen, is het helemaal niet zo vervelend in totaal. En je kunt ook kiezen waar begint en eindigt je verhaal. Stel dat je een auto-ongeluk hebt gehad en je begint je verhaal met ik heb een auto-ongeluk gehad. Dan begin je gelijk op het negatieve. Maar je kan ook je verhaal beginnen met ik heb jaren zonder problemen gereden. En toen heb ik helaas één keer een auto-ongeluk gehad. En ook met het eindigen. Je kan eindigen met ik heb een auto-ongeluk gehad. Begin je en dan zeg je dat was heel vervelend en heel naar. En ik vind het super eng om nu in de auto te stappen. Ja, als het daar stopt, heb je een heel negatief verhaal. Maar je kan ook zeggen, ik heb een auto-ongeluk gehad. Ik vond het wel heel erg moeilijk, maar ik ga toch gewoon weer opnieuw in de auto stappen. En ik weet zeker na een paar keer dat het wel weer goed gaat. En dan eindig je opnieuw weer positief. En dat zijn allemaal manieren om voor jezelf te zorgen dat je die positiviteit erin hebt. Dat je naar die mogelijkheid blijft zoeken, dat je vertrouwen blijft houden. En dat is natuurlijk wat je als spiritueel mens graag ziet. Maar ook als niet-spiritueel mens vind je het misschien ook wel fijn om niet zo negatief over jezelf of over situaties te praten. Nou, daarnaast kun je zelf ook helende verhalen schrijven. Als je bijvoorbeeld een doel wil verwezenlijken, kun je daar een specifiek verhaal voor schrijven. Bijvoorbeeld met affirmaties. En ik ga nog heel veel meer over dit onderwerp vertellen. Want er is echt enorm veel waar je verhalen voor kan gebruiken en hoe je je eigen verhalen kan ombuigen. Als je denkt van, hey, daar wil ik meer van weten. Luister dan online mee via de Instagram Live, Engelstalig, op zaterdag 29 april om 9 uur 's avonds. Dan kun je gelijk je vragen stellen of je kan hem ook op een later moment terugluisteren. En je kan ook kijken naar het blog. Daar staat ook nog wat uitgebreider informatie op, ook in het Engels. Dus ik zou zeggen, ga ermee aan de slag, want het is heel erg leuk. Het is ook heel menselijk om verhalen te willen vertellen. En als je het toch gewoon honderden keren op een dag doet, doe het dan op een positieve en leuke en helende manier. Heb je nou zelf een ander onderwerp waar je graag meer over wil vertellen? Of heb je vragen over dit onderwerp? Mail me dan naar info@flowofmiracles.nl en dan hoor je jezelf misschien terug of je onderwerp in een volgende column van het Spirituele Moment.